Zo. Welkom op de info over de schrijfsessie voor de K1 leermobiliteit binnen de volwassenen educatie. Um, ja, het gaat over een K1-mobiliteitsproject en zo'n project uh, waarbij uh, jouw organisatie mobiliteit kan organiseren naar een ander land binnen het Erasmus Plus programma. Dat wordt natuurlijk opgebouwd projectmatig. Um, daarom nog even hier een overzicht waar u rekening moet houden als u zo een project opbouwt en schrijft. Want dit komt ook terug uh, binnen uw aanvraagformulier waar u die verschillende fases zal ontdekken. Dus in voorbereiding van uh, zo'n aanvraag staat u best een tijdje stil bij hoe u uw mobiliteit plant. En daar zijn een aantal zaken die u hier kan lezen die daar belangrijk voor zijn. Maar ook... Even stilstaat bij de voorbereiding, uh, welke deelnemers u meeneemt, uh, een, een goede, goede overeenkomst met uw partners uh, in het buitenland en zo verder. De uitvoering van de mobiliteitsactiviteiten. Er zijn verschillende opties binnen uh, de K1 Leermobiliteit. Dat u goed stilstaat is welke activiteit past het best bij mijn doelstelling, bij mijn plan. Dat u daar bij stilstaat en over nadenkt. En last but not least, ook de follow-up. Uh, wat ga ik doen met de leerresultaten die ik uh, bereikt heb met deze mobiliteit? Hoe verspreid ik die binnen en buiten mijn organisatie? Deze vier stappen komen zeker ook terug in het aandraagformulier. Dus eigenlijk uh, in de bekende W-woorden: uh, wie, wat, waar, waarom, hoe en wanneer. Zijn toch wel kernbegrippen die in uw hoofd moeten zitten wanneer u zo'n plan opmaakt voor een leermobiliteit? Ik herhaal graag dat er maar één aanvraag per, uh, per jaar mogelijk is binnen uh, de K1 leermobiliteit. Dus één aanvraag, dit wil niet zeggen dat je maar één activiteit kan doen, hè? Uh, je kan ook een cluster een cluster van activiteiten of verschillende activiteiten in één aanvraag verwerken. Ik zet in de laatste slide voor ik naar het formulier ga nog even een link hoe u naar, die u verbindt met onze website, waar je, een, waar je informatie vindt om een EU-login aan te maken en een OID dat is een uh, organisatie identity, hè, een specifieke uh, identiteit voor jouw organisatie kan aanmaken, want beide heb je nodig om een aanvraag te kunnen aanmaken en te kunnen afwerken. Voilà deze korte ja, opfrissing, deze korte intro en dan gaan we nu naar het formulier. Daarvoor ga ik uh, naar het platform. Voilà. Zo. Het uh, platform, dat uh, hopelijk nu zichtbaar is voor jullie. Uh, dat is dus de, de homepage van het platform waarop aanvragen worden ingediend. Dit is Erasmus Plus en European Solidarity Corps. De hoofdpagina, um, waarbij je natuurlijk voor een K1-aanvraag naar de pagina gaat van de Erasmus Plus. Mogelijkheden. En dan ziet u hier de verschillende domeinen die mogelijk zijn. Wij hebben vandaag een schrijfsessie rond de Adult Education. En dan zien we daar op die pagina... Welke oproepen er momenteel mogelijk zijn. Er zijn er vier die, die, die er dit jaar kunnen gebeuren: dat is een accreditatieaanvraag, maar die is voor het najaar. Er is een aanvraag voor ge geaccrediteerden dat doorgaat met een deadline op 23 februari voor een jaarlijkse aanvraag. Er is ook een oproep voor de small scale binnen de KA2. Die loopt nog tot maart. En vandaag gaat het over de Short-Term Project for Mobility, de KA1 of in het jaar van de KA122, voor de kortlopende mobiliteit. Ik heb al een draft openstaan, maar ik kan even laten zien hoe ik daar kom. Ik ga daarvoor naar de knop Applicaties en daar druk ik op. Mijn applicatie, of in het geval je een nieuwe opent in een nieuwe applicatie, dan zou dat, die pop-up van daarnet niet verschijnen en kan jij een nieuwe openen. En dan kom ik eigenlijk uh, binnen mijn uh, domein. U ziet dat hier al wat voor vooraf ingevuld is. Ik moest dit doen om, uh, te kunnen, een om een aantal dingen aan jullie te kunnen tonen vandaag. Uh, dat zal er bij jullie niet staan. Jullie zullen onmiddellijk moeten starten met die gegevens in te vullen, zodat dat gecreëerd wordt. Um, je ziet staan dat er hier uh, dat wacht, bovenaan begint context. Uh, dat is het eerste thema van een heel rijtje dat hier links staat en dat helemaal tot aan checklist moet ingevuld worden. Ik sta al even stil bij de kruisjes en de vinkjes. Een uh, rood kruisje dat wil zeggen dat er nog onvoldoende gegevens zijn aangeleverd en dat het dus nog niet oké okay is voor dat luik, een groen vinkje dan is het technisch volledig ingevuld, alle velden die het systeem vraagt hebben een antwoord gekregen, dat zegt natuurlijk niets over de kwaliteit nee. van, van jouw aanvraag die wordt natuurlijk achteraf beoordeeld u ziet hier ook rechts bovenaan een paar interessante knoppen je ziet de knop Rond hoeveel tijd u nog heeft, op dit moment nog 34 dagen, om deze aanvraag in te dienen. U ziet dat het momenteel nog een draft versie is die nog niet ingediend is. U hebt een indienknop daarboven. Maar die kan je pas indrukken als alles correct is ingevuld. En ja, jammer genoeg, maar soms wel belangrijk: de PDF-knop. Het systeem slaat alle gegevens om de twee seconden op. Dus in principe is alles wat u hebt ingevuld en u werkt op een later moment opnieuw in het systeem, vindt u alles terug. Helaas is het vorig jaar één keer gebeurd dat een aanvrager zijn informatie niet meer terugvond in een leeg document. Vandaar ook is er een pdf-knop. U kan ook ten alle tijde een pdf trekken van uw aanvraagformulier. En dan hebt u de gegevens ook bij u. Voilà, als we dan naar de eerste pagina of het eerste onderdeel kijken, dan zien we dat je hier gegevens rond de context moet invullen. Het veld waarin je uh, je aanvraag doet is voor ons uh, Adult Education. Aangezien dat je dat hebt aangeduid uh, in een vorige pagina, wordt dat automatisch ingevuld. Wel belangrijk. Kom je toch op een, fout, op een fout domein terecht, dan weet je hier al, oei, ik zit verkeerd, ik moet terug naar een ander aanvraagformulier. Ik heb het een, een werktitel gegeven en ze vragen die werktitel ook in het Engels. Heel uw aanvraag voor een K1-mobiliteit mag geschreven worden in het Nederlands, aangezien het een eenrichtingsverkeer is tussen jouw organisatie. En de ontvangende organisatie. Het is enkel ons agentschap dat een beoordeling hierop maakt. Dus de aanvraag mag in het Nederlands. U zal op het einde van het document merken dat er enkele velden worden gevraagd in het Engels. Maar daar sta ik later dan bij stil. Op een blok, uh, uh, in een blokje waar je tekst kan invullen, zie je ook achteraan rechts uh, een getal staan. En dat getal. Dat toont hoeveel tekens, hoeveel karakters u nog mag gebruiken voor, een, voor, dit, voor, voor dat blokje waar je mag invullen. Bij de projectstartdatum staat uh, standaard op dit moment 1 juni 2022 ingevuld. Dat is omdat dat de, meest, uh, de snelste datum is dat je dit jaar kan starten. Met een K1 Mobiliteit, als ze goedgekeurd is, is jouw startdatum ten vroegste 1 juli. Je ziet dat ik ook niet kan terugklikken, uh, dat staat vast. Je mag natuurlijk op een latere datum starten, maar ook daar is een limiet voor de K1 Mobiliteit rond over het jaar 2022. Jouw project start ten laatste op 31 december. En je zal ook in de kalender merken dat, dit, uh, dat je daar niet voorbij kan gaan. De tijdsperiode, het aantal maanden, uh, vul je ook in. Uh, je ziet dat dat minstens zes is en maximaal achttien. Dus in die, uh, in die range kies je een periode. Hij berekent dan automatisch wanneer jouw project eindigt. Voor het aanvragen bij de K1 Mobiliteit kiest u steeds ons. Uh, Agentschap en in België, we zijn een beetje speciaal, hebben we er drie. We hebben er een voor de Franstalige collega's, we hebben er een voor de Duitsstalige collega's, maar als Vlaamse organisatie dien je in bij EPOS, uh, want anders zal jouw aanvraag uh, niet terechtkomen of misschien nog soms via een omweg, maar belangrijk hier: EPOS. En de taal, die mag dus in het Nederlands zijn. En als ik dat heb ingevuld, heb ik bewust uh, nog even opengelaten. Dan ziet u dat dit luid van de context volledig is ingevuld, en dat ik links in de kolom een groen vinkje krijg van oké, okay, we hebben alle gegevens die we nodig hebben voor dit onderdeel. Dan ga ik naar het tweede. Daar heb je de deelnemende organisaties. Jij moet als. Uh, Aanvrager, als aanvragende uh, organisatie, zelf gegevens aanreiken. Ik heb hier gekozen voor een organisatie waar ik al een OID van heb gevonden, uh, aangezien ik zelf geen aanvragen mag indienen. Uh, als je dus zelf een OID hebt aangevraagd, wat je nodig hebt om dit te kunnen doen, dan vul je die hier in. Aan een OID zitten al gegevens gekoppeld, dus die zouden dan ook. Normaal verschijnen achter, achter je OID. Er wordt nog gevraagd om een aantal. Uh, ja, een aantal. Dan, dan um, wordt er gevraagd, maar ik moet eerst even verder gaan hierop. Dan uh, heb jij inderdaad wel jouw OID en jouw naam uh, van jouw organisatie, maar je moet ook nog een aantal personen toevoegen. In een aanvraag moet er minstens een contactpersoon worden toegevoegd, een primary contactperson, en ook een legal representative, dat wil zeggen iemand die eindverantwoordelijk is voor jouw organisatie, iemand die wettelijk de vertegenwoordiger is van jouw organisatie. Dat zijn de twee personen die we minstens moeten terugvinden in jouw aanvraag. De contactpersoon is de persoon waar ook de communicatie mee gebeurt. Dus belangrijk ook tussen ons agentschap en jouw organisatie dat die erin staat. Je kan die hier onderaan toevoegen. Um, dan druk je op de knop Associated Person. Je vult hier titel in, uh, ja, titelpositie. Dat is dan uh, wie die persoon, wel, welk, welke functie die persoon uitvoert. Achternaam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres. En je duidt aan: is dit uh, een contactpersoon of is dit, een, uh, is dit mijn wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie? Je kan ook aanvinken: Add to my contactlist. En dan komt die in jouw contactlijst. Want als jij een OID hebt met een aanvraag op jouw persoon, dan bouwt het systeem ook, als je dat wil, een contactlijst op. En dan eventueel bij een volgende aanvraag kan je dat makkelijker terugvinden. Ik ga dit nu niet invullen, maar als je dit dus invult met gegevens die gevraagd worden, die minstens gevraagd worden, dan ga je ook zien dat dit bolletje groen zal gekleurd worden. In de aanvraag. Dan ga ik naar de hostingsorganisations. Dus, uh, voilà. Uh, waar ga je naartoe? Wie is de ontvangende organisatie? Waar ga jij jouw leertraject uh, uitvoeren? Daar worden ook een aantal vragen over gesteld. Je schrijft die in de tekst. Hieronder uit. What kind of hosting organization do you plan to cooperate with? Uh, have you already had contact? Heb je al contact gehad? De vragen nogmaals staan in het Engels: Uw antwoord mag in het Nederlands. Uh, deze vragen moeten allemaal ingevuld worden. Ook als je nog, uh, toch nog in uw aanvraag nog niet alle of nog uw uh, partner hebt gevonden, leg dan uit waarom. Vanzelfsprekend is een aanvraag waarbij je dat al allemaal voorzien hebt uh, wel sterker uh, dan als er nog veel open uh, vragen zijn. Je kan ook al in je aanvraag ontvangende hosting organizations invullen uh, in het systeem. Als, je hen, als zij al een, ook al een OID hebben, kan je dat vlotjes invullen met de, cijfer, de cijferlettercode en verschijnt er achteraan... Uh, welke organisatie het is. Dat kan ook als je het nog niet hebt. Ik heb bewust hier er twee uit het systeem gekozen waar ik een OED van heb en eentje waar er geen van is. Afhankelijk welke, voeg ik dat toe. Je ziet hier de knoppen with or without OED. Als ik daarop druk, maar dan kan ik die adden en ik kan ook, dan vul ik uh, in uh, wat ik de, na, de, de, de naam van die organisatie. Voilà. Om zo een organisatie te vinden met een OID hebben we ook in onze tool, maar dan moet ik even uit deze aanvraag uh, hier links het, het uh, icoontje met Organizations. En als ik daarop druk, dan kan ik ook Search for an organization aanklikken. En hier kan je uh, met een naam, uh, ja, een OID, maar dat is wat raar, want eigenlijk zoek je dan die OID. Moest je ze toch hebben, kan je het omgekeerd ook. Hier kan je een naam ingeven en dan geeft hij een lijst of een zoekterm. En dan geeft hij een lijst van gekende organisaties met een OID. Uh, ik probeer hier even uh, iets met kunst. En dan vindt hij hier bijvoorbeeld, uh, wow, het is heel, over heel Europa, hè, vindt hij een aantal organisaties, zijn er zelfs honderd uh, die hij er vindt, uh, met uh, website en OID. Hoe specifieker natuurlijk uw uh, zoekterm, hoe scherper uw resultaat. Ik ga terug naar de aanvraag. En sta... Nog even stil bij de hosting organizations. Voilà. Uh, die worden toegevoegd. Als ik dan kijk op zo'n hosting organization, dan zie ik dat daar al een stuk ingevuld is. Voilà. Uh, zij vullen, uh, eh, dus hier worden de, de, de plaats en het land wordt ingevuld. Maar omdat je een OID hebt, kan je ook al zien: is dit een public organization? Is dit een non-profit organization? Dat verschijnt ook bij jouw uh, organisatie, want als je een OID aanmaakt, zijn dat de vragen die je moet beantwoorden. Voilà. En zo zie je de verschillende organisaties. Als ik er nu een handik, waar er geen OID is. Voilà. Uh, ja, dan kan dat zelf gewijzigd worden van yes naar no, no. En zo krijg je dan: uh, hier vul je dus in dit luik al jouw, uh, je eigen organisatie en al jouw organisaties waar jij naartoe gaat in. Ik zal even stoppen met het delen van dit document om te kijken. Zijn er vragen ondertussen? Ik zie in de chat voorlopig geen handje, geen vragen. Dan ga ik verder gaan. Voilà. Dan komen we aan een uh, volgend onderdeel van, de, van het aanvraagformulier: dat is de background. In de background uh, komt nog eens jouw uh, organisatie terug. Zoals ik daarnet zei, hier is vooraf ingevuld of het een public body heeft en het een non-profit organisatie is. Je ziet als je daarover komt, kan je dat niet wijzigen, want dat is gekoppeld aan jouw OID. Dan gaan we verder en dan moet je, een, uh, dan moet je aanduiden welke type organisatie dat je bent. Dat is wel van belang, want de keus die je hier maakt. De juiste keuze die je hier maakt, zal ook latere invulvelden beïnvloeden. Als je, zoals ik hier, uh, een, een, een school, hè, eigenlijk ik heb hier een uh, Centrum voor Basiseducatie genomen als voorbeeld, dan ga ik verder in de aanvraag meer opties krijgen uh, voor, uh, voor mobiliteiten. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, de vraag uh, hoeveel uh, leerkrachten, hoeveel lesgevers gaan er en hoeveel niet-lesgevers. Als u hier bijvoorbeeld aanduidt, want het is een hele lijst. Als u hier uh, bijvoorbeeld een on, uh, sociaal-culturele onderneming aanduidt, dan zal u later in de aanvraag natuurlijk geen uh, optie voor leerkrachten tegenkomen, want uh, die zijn geen leerkracht. Dat wil niet zeggen dat, dat zij ze enkel dan de optie krijgen, non-teaching staff. Dus het is hier belangrijk om te zoeken waar jouw organisatie onder valt. Dus binnen de educatie hebben we een hele lijst aan opties die je kiest om, uh, ja, die past bij jouw organisatie. Dus in, de, in dit voorbeeld, aangezien het een centrum voor basiseducatie is, is het een, een, een school, is het een, is het een centrum voor opleiding. Uh, dan komen er weer in veel vakken waar je jouw organisatie uh, presenteert. Hè, waar je zegt, ja, wat zijn eigenlijk onze, 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 onze activiteiten? Uh, wat, wat voor leerprogramma's hebben wij? Uh, dat wordt hier, uh, wordt hier gevraagd en moet je hier uh, uitschrijven. Met welke profielen werken wij? We, welke leeftijden hebben, hebben onze, onze lerenden, onze leden van de organisatie? Hier wordt gevraagd dan heb je al ervaring met het programma. U weet dat uh, nieuwkomers in het programma uh, dat, die, dat die binnen de score om, om, om goedgekeurd te worden, een streepje voor hebben, omdat het Erasmus Plus programma nu ook wel inzet op zoveel mogelijk nieuwe mobiliteit, of nieuwe organisaties die mobiliteit doen. Dus hier uh, vul je dat ook in. Uh, ik heb wel al gemerkt dat als je nul invult, dat hij dat niet aanvaardt, dus het minimum is hier 1 dat je kan invullen. Um, ja, en dan hier, omdat ik, uh, ik heb dan een, een, een organisatie die in het formeel onderwijs actief is, vragen ze hoeveel uh, lerenden, dus hoeveel cursisten in dit geval, uh, zou jij, uh, uh, ja, heb jij, heb jij in jouw organisatie? Um, A number of teaching staff, dus hoeveel uh, leerkrachten zijn er. Ik vul hier een random getal in. En vanzelfsprekend mogen ook non-teachers uh, op mobiliteit in zo'n centrum. zitten, dan bijvoorbeeld iemand van de administratie of een coördinator rond een bepaald thema. Bij uh, organisaties in, het non uh, in de non-formele volwassen educatie zal... Vooral dit luik van de non-teaching staff moet ingevuld worden en zal die van de teaching staff niet verschijnen. Op basis van jouw OID zal ook het systeem uh, meegeven wat jij in het verleden al gedaan hebt. Hoeveel projecten jij al als aanvrager hebt gedaan, hoeveel er zijn toegekend. Maar ook uh, het consortium bestaat hè, voor de geaccrediteerden, Dus dat zal in deze aanvraag in de toekomst niet meer zijn, maar wel in de geaccrediteerde aanvragen, kan je zien of je lid bent van een consortium. Voilà. Uh, hier staat dan in: ja, aangezien deze al uh, zoveel mobiliteiten gedaan hebben, worden zij niet als nieuwkomer gezien, uh, worden zij uh, ook niet meer als uh, less experienced gezien. Dus afhankelijk van jouw verleden, hè, want je, je, zet, je, je vult hier wel in. Um, voilà, nee. correctie. Ik moet hier correctie uh, geven. Nee, nee, het leerprogramma is hoeveel jaren. Dat heeft, nog, dat heeft uh, niets met het uh, Erasmus Plus-programma te maken. Hoeveel, keer, hoeveel jaar ervaring heb je in de mobiliteit? Mijn excuses. Dat komt automatisch uit jouw. OID dat verbonden staat met het systeem en ziet hoeveel keer jij al mobiliteit hebt gedaan. Voila, ik heb hier nu nog een beetje bij ingevuld, waardoor uh, je een groen vinkje ziet links um, en dan weet je dat dit stuk ook ingevuld is. Ik herinner jullie eraan: hè, het lijkt groen, want het, het is groen, dus het is technisch in orde. Maar als je natuurlijk hier in die uh, invulvakken tekst schrijft, ja, dat is onvoldoende uh, ter verantwoording of dat gaat door de beoordelaar natuurlijk uh, niet als positief worden gezien. Voilà, dan ga ik naar de doelstellingen. Uh, een belangrijke pagina, misschien een van de belangrijkste pagina's van het, uh, van het aanvraagformulier. Want hier heb jij de ruimte om neer te schrijven waarom jij uh, deze mobiliteit wil doen? Wat jouw plan is, wat jouw doelstellingen zijn met deze mobiliteit? Voilà. Uh, ja, de, dan zie je ook weer dat je een aantal vragen moet invullen. Eerst een uh, generiekere. Hè. Wat zijn jouw uitdagingen, jouw noden van de moment binnen jouw organisatie en hoe kan jouw organisatie zich versterken? Uh, in, in, in het voordeel, in, in, in de leerkansen van jouw personeel en jouw lerenden. Please illustrate your answers with concrete examples. Belangrijk hier dat je inderdaad ook niet enkel uh, strategische of globale doelstellingen geeft, maar toch ook voorbeelden aanhaalt. Uh, het maakt jouw aanvraag sterker. Voilà, en dan kan je een aantal uh, doelstellingen uh, invullen. Uh, het systeem voorziet uh, dat er sowieso een eerste open staat. Jij uh, typt een doelstelling. Jij legt uit uh, waarom je die doelstelling selecteert en welke uh, uitdagingen zijn voldoet. Voilà. En hoe ga je dat meten? Hoe ga je, wanneer ben je tevreden? Hoe ga je dat meten dat je je doelstelling hebt bereikt? Dat is voor elke doelstelling die je wil doen in deze mobiliteit van toepassing. Je ziet dat er ook nog een knop is om er nog eentje bij te voegen. En nog eentje. En nog eentje. Je kan er dus verschillende invoegen. Want het kan zijn dat je binnen jouw aanvraag een mobiliteit hebt van... Uh, ...leerkrachten of van uh, medewerkers, van jouw personeel naar Denemarken... ...maar ook nog van jouw lerenden naar Frankrijk. Ja, dat zijn verschillende doelstellingen. Die moeten hier allemaal onder elkaar komen. Er zijn ook nog uh, algemene topics. Dat zijn topics uit het Erasmus Plus-programma. Een hele lijst. En jij selecteert er één tot maximum drie... Dus dat zijn generieke doelstellingen binnen het Erasmus Plus-programma. Je ziet daar verschillende, de uh, Green Skills, als je daar uh, rondwerkt, of inclusie, of rond ICT, media, je hebt verschillende generieke categorieën waarin jij uh, een selectie kunt maken. Je moet er minstens één selecteren, maximaal drie. Dus naast jouw individuele persoonlijke doelstellingen voor jouw organisatie, sta je even stil bij onder wat past dat in het Erasmus-plus-programma, welke uh, generiekere categorieën van doelstellingen zijn er. En dan heb je ook, ook het laakje rond de doelstellingen afgewerkt. Nogmaals, sta hierbij stil. Uh, dit is een zeer belangrijke pagina in de beoordeling. Uh, de experten die jouw dossier uh, beoordelen, kijken hier heel goed naar of jouw doelstellingen uh, concreet genoeg zijn, of die passen binnen uh, jouw verhaal en uh, hoe jij die gaat meten. Want in een volgende luik komen we bij de activiteiten. En daarin toon je of draait je aan welke activiteiten je wilt doen om die doelstellingen te bereiken. Als je uh, naar de activiteiten kijkt, ja, dit is de overzichtspagina van de activiteiten. Als jij daarop zou klikken uh, bij jouw aanvraag en je hebt nog niks ingevuld, dan is deze leeg. Maar hier krijg je altijd een overzicht van de activiteiten die jij plant. Ik kan er hier ook toevoegen, dat is allemaal geen probleem. Ik kan er hier uithalen. Uh, het systeem met cijfers achteraan, dat is, al een systeem, uh, dat is het systeem dat het totale al maakt en de berekeningen ook maakt van de financiën. Maar het is in de individuele activiteiten die u links ziet in de kolom onder elkaar waar je aanduidt over hoeveel mensen het gaat en de tijdstuur. Als ik zo een uh, activiteitsblokje open doe, dan zie je alle mogelijke activiteiten die binnen de volwassen educatie mogelijk zijn, binnen de K1, leermobiliteit. En dan ziet u dat dat voor de lerende groepsmobiliteit is, of individuele mobiliteit. Uh, voor jouw personeel, job shadowing, hè, mee draaien, meelopen met uh, iemand uh, in het buitenland die een soortgelijke functie heeft. Als jij uitvoert. Je kan ook gaan lesgeven of een training gaan geven in het buitenland. Je kan ook een cursus of een training volgen in het buitenland. Uh, minder gekende en nog minder gebruikelijke toepassingen is de omgekeerde weg. Jij kan ook een expert uitnodigen uh, binnen jouw organisatie. Dus dan is het eigenlijk omgekeerde mobiliteit. Hè? Dan komt er iemand naar jouw organisatie. Je kan dat ook voor uh, leerkrachten of opleiders in opleiding. Voilà. Dus je kiest hier de verschillende activiteiten. Per activiteit moet je een nieuw blokje maken. En het is zelfs mogelijk om activiteiten twee maal te doen. Ik verklaar mij. Je wil een job shadowing doen naar Frankrijk voor personeelsleden, omdat ze daar expertise kunnen opbouwen, maar een ander deel of andere medewerkers. In jouw organisatie willen in Denemarken een, uh, een, een job shadowing gaan doen, dan moet je tweemaal de job shadowing aanmaken. Dus per activiteit maak je een nieuw blokje aan. Um, er is gisteren nogmaals ontdekt dat hier een bug zit. Dus moest ik hier een tweede keer, ik ga nog eens proberen, een job shadowing aanduiden, dan gaat hij een foutmelding geven. Uh, dit is doorgegeven aan, uh, aan de commissie en hopelijk is dit snel in orde, want sommige organisaties uh, doen in hun aanvraag meerdere uh, job shadowing's of meerdere mobiliteiten in, uh, in één aanvraag, in één periode. Dus u dat hieraan uh, welke u doet. U kan achteraan met de delete-knops eruit halen, moest u zich vergissen. En dan verschijnen ze ook uh, mooi opgelijst links uh, in de kolom. Als ik nu naar zo één ga, naar de jobsharing, dan zegt die: voilà. Um, hosting organization moet je dan invullen. Ik heb er hier eentje ingevuld die ik al uh, in het begin bij de participation organization had ingevuld. Je kiest daaruit het categorietje van de. Organisaties waar jij naartoe gaat. Hij vult automatisch het land in. En nu vul jij in hoeveel mensen er hoeveel dagen op, op uh, job shadowing gaan. Ik heb hier gekozen voor één lesgever die tien dagen gaat naar uh, een ontvangende organisatie in Roemenië. Er staat ook nog achter uh, begeleiders. In dit geval een uh, leerkracht uit het Ligo Centrum voor basiseducatie heb ik ingeschat dat er geen begeleiding nodig is, dus dan wordt dat nul. En zo heb ik het lijntje van één uh, mobiliteit ingevuld. Als er dan meer moeten zijn, geen probleem, aanpassen. Het zijn er vijf die naar Roemenië gaan voor tien dagen en geen begeleiders. Dan heb je wel het getal, dan heb je al een eerste luiking ingevuld het aantal op de dagen. Dan vraagt het systeem, hola, zijn er toevallig bij die mensen, uh, ook personeelsleden in dit geval, bij met fewer opportunities? Dan komen we bij het begrip van de fewer opportunities. Um, beschreven voor de volwassenen-educatie zijn dit of mensen met een functiebeperking. Dus stel dat een van uw personeelsleden een functiebeperking heeft, dan mag je hier aanduiden: ja, er is één iemand bij met een functiebeperking. Uh, waarom is dat dan? Er zijn extra middelen voorzien voor uh, de deelnemers met fewer opportunities. Bij de lerenden is dat uitsluitend. In de volwassen educatie kunnen enkel lerenden. Uh, op mobiliteit gaan, die vallen onder de categorie Fewer Opportunities. Dat wil zeggen, dus een functiebeperking of het niet behaald hebben van een diploma uh, 30 graad uh, of een uh, vervangingsinkomen. Dus die kunnen hier dan ingevuld worden. Natuurlijk, uh, bij staaf het, zou het heel raar zijn dat zij hier een, niet, uh, een vervangingsinkomen hebben. Bijvoorbeeld, Dus hier zal het dan enkel zijn voor mensen met een functiebeperking. Je kan hierachter aanduiden ja of nee of het over blended mobility gaat. Dit heeft geen financiële invloed, maar wel interessant voor onze, uh, voor onze data. Dat wil zeggen, is het enkel uh, fysieke mobiliteit? Is het enkel uh, het letterlijk verplaatsen naar een, ander, uh, naar een andere organisatie binnen? Uh, het Erasmus Plus programma, dan hoef je het niet aan te duiden maar vaak zijn er ook al of tegenwoordig toch meer en meer blended mobilities, waarbij er ook digitale, uh, digitale uh, momenten zijn binnen de samenwerking uh, en dan vink je dit vakje aan voilà. achteraan zie je nog het non-teaching staff dat kan je dan uh, dat kan je, nee dat is niet hier. Ja, dan kan je ook hier uh, aanduiden hoeveel dat, dat er dan zijn. Um, als je dan de, de, de getalletjes hebt ingevuld, dan ben je eigenlijk nog maar uh, net gestart, want ook daar wordt per mobiliteit, over die jobsharing in dit geval, jouw plan gevraagd. Hey, uh, beschrijf de inhoud van die activiteiten. Um, Schrijf nog eens neer wat je specifiek met deze activiteit wil leren. Uh, hoe ga je dat evalueren? Uh, wat zijn dan de eindresultaten? Die vul je allemaal in en je duidt dan aan bij welke doelstelling die je uh, in een vorig luik hebt aangeduid die het best past. Voilà. Nog wat invulijk, luiken over uh, deze activiteit. Zoword. Why did they choose this method of selecting participants? Heel dit luik. Vul je telkens in voor elke activiteit. Want als ik nu ga naar de individuele leermobiliteit, dan krijg ik ook weer wat uitleg over de individuele leermobiliteit. Ik vul hier opnieuw het aantal deelnemers in hoe lang ze gaan. Bij een leermobiliteit kan er ook. Begeleiding zijn, want vaak gaat de, de leermobiliteit um, gaat over de doelgroep van de fewer opportunities. Dan gaat er vaak een begeleider mee en dan daad je ook aan voor hoe lang die gaat. Voilà. Al mijn deelnemers zijn hier ook deelnemers met een fewer opportunity. Je ziet ook nog een knopje. In staan voor de Green Travel. Dat is ook een bug in het systeem, uh, want je krijgt extra middelen als je groen reist. Maar zo dadelijk bij budget ga je uh, ook de travel kunnen aanduiden. En daar werkt het wel als je specifiek wil aanduiden dat je groen reist. Even stilstaan uh, nog bij de theorie van de K1 leermobiliteit. Per aanvraag mag je maximaal 30 mobiliteit dus 30 uh, bewegingen van personeel of lerenden naar het buitenland. Het systeem telt dat ook op, dus je zal niet boven de 30 kunnen gaan. Telt alle acties, en activiteiten op en stopt bij 30. Wat telt niet mee en daarom dat ik hier even blijf bij stilstaan: een begeleidend persoon wordt niet meegeteld in die 30. Dus begeleiders. Vallen daaruit, net zoals, en dat komt ook uh, nog later terug als ik me niet vergis, een voorbereidend bezoek, hè, een bezoek in functie van een latere leermobiliteit, wordt niet meegeteld in het getal van 30 mobiliteit. Ik kijk nog eens naar een volgende die ik heb ingegeven, een voorbeeld rond een uh, cursus gaan volgen in het buitenland, ook wat informatie. Dit gaat naar weer een andere organisatie. Ik zeg hoeveel deelnemers er naartoe gaan, hoe lang die cursus duurt. Uh, er moet niemand in dit geval meegaan, dus dat heb ik blanco gelaten. Hier is ook blended mobility, heb ik aangeduid, want er is op voorhand of achteraf nog een uh, digitaal uh, terugkommoment of een, of een, of een uh, moment van delen van resultaten. En dat is digitaal altijd interessant dat ik dat dan aanduid. Voilà, ook hier opnieuw, je beschrijft dus weer waarom je die cursus gaat doen, wat je verwacht van die cursus, uh, hoe dat je dat gaat evalueren, wat dat je daar geleerd hebt, weer een, een doelstelling aanduiden vanuit je eigen plan enzovoort enzovoort. Voilà, een verantwoording waarom je een activiteit doet, doe je dus bij alle activiteiten die je hebt geselecteerd. Ik kijk nog even naar onze deelnemers om te zien of er al vragen zijn. Dat mag via de chat of via een handje. Maar als alles voorlopig duidelijk is, dan ga ik verder in het systeem. Voilà, budget dan. Uh, Voilà, even kijken. In de algemene knop van budget zie je een overzicht van de middelen die toegekend zijn. Um, dat zegt op dit moment waarschijnlijk wat minder voor jullie, maar je ziet alle categorieën terugkomen en per uh, activiteit zie je welke, uh, welke financiële tegemoetkoming er is uh, voor die activiteit. En hij maakt in de laatste kolom een berekening. Van het totaal. Interessanter is om dat toch een stukje uh, per categorie te zien. Voilà. Je krijgt organisatieondersteuning, je krijgt financiële organisatie om je mobiliteit op te zetten. Dat wordt uh, hier even uitgelegd. En hij geeft dat voor elke mobiliteit die hij doet. Je ziet hier uh, vijf deelnemers die op job shadowing gaan in Roemenië. Los van alle andere financiële middelen uh, voor de reis en voor het verblijf, geeft hij hier voor elke deelnemer 350 euro om uw mobiliteit te organiseren. 350, er is een, voor job shadowing. Dat is ook zo voor uh, individuele leermobiliteit. Uh, voor een cursus waarvan wordt ingeschat dat de organisatie wat minder vraagt, en, uh, wordt er 100 euro toegekend. Deze bedragen die zijn uh, raadpleegbaar uh, in, in onze infosessie PowerPoint, maar die zijn ook te vinden in de Erasmus Plus-gids. Dus je kan zien, er zijn twee categorieën voor het organisatiebudget 350 of 100 en dat is dus afhankelijk van het type van de activiteit. Je krijgt dat dus uh, vijf keer omdat er hier vijf uh, deelnemers zijn, moesten de, van die deelnemers ook nog een deelnemer zijn die uh, naar die cursus gaat, dan krijg je toch opnieuw die 100. Hè. Dus het is niet vastgeklikt op de persoon, maar op uh, de mobiliteit. Voilà Dan de reis. Niet onbelangrijk. De reis: um, je krijgt hier ook een overzicht van de reis. Um, dat wordt op voorhand ingevuld, want je hebt al ergens ingevuld dat er vijf mensen naar Roemenië gaan. Je kan hier dus wel invullen of je groen reist of niet. Voor groen reizen zijn de, is de financiële tegemoetkoming hoger. Alleen moet je zien of het uh, praktisch haalbaar is. In deze lijn van travel, of het nu gaat over de job of een andere activiteit zoals de cursus of de mobiliteit, uh, moet je eigenlijk maar één ding invullen, en dat is de afstand tussen jouw organisatie en de ontvangende organisatie. Uh, je hebt een aantal categorieën van afstanden die jij berekent in de Distance Calculator. Die ook voorzien is uh, binnen het Erasmus Plus programma. Ik kan hem ook wel. Uh, als ik er nu aan kan. Chat. Chat. Yes. Zal ik de link ook in de chat zetten? Voilà. Uh, via, via deze link raak je aan de calculator en dan kan je um, dan kan je berekenen wat de afstand is tussen jouw organisatie en de ontvangende. Dit is in vogelvlucht uh, en dit uh, noteer je ook in de heen en terug. Je neemt die afstand, je vult die in de categorie in dat jij denkt dat het zit. Voilà, ik heb eigenlijk totaal geen idee, maar ik vermoed dat Roemenië hier of hier zit, zwart. We vullen dat in en op basis daarvan berekent hij hoeveel jij krijgt. Uh, zie je, vijf keer dit bedrag voor de reis naar Roemenië. Ik ga kijken of hij, want gisteren had hij ook hier een bug, het aanpast. Als ik green aanduid, zie je, daar is echt nog wel een probleem. Soms moet je het eens opnieuw doen. Nee. Dus daar zijn we mee bezig, want als jij groen reist, dan krijg jij een Groter uh, budget. Uh, Groen reizen, hè, dat is duurzamer CO2 met, met een verminderde CO2-uitstoot. Dat is uh, ofwel een, een, een gemeenschappelijke busreis of een treinreis. Dat valt daaronder. Je vult dit dus in voor al jouw mobiliteiten, alleen vooral jouw activiteiten. Hè. Je moet dat ook doen voor die uh, mobiliteit naar Spanje en voor die cursus in Nederland. En dat vul je volledig in. Het systeem berekent en dan heb jij ook jouw kosten voor de reis ingevuld. Dan hebben we de categorie van de individuele ondersteuning. Voilà. Uh, het kan ook zijn uh, dat jij voor jouw reis naar Roemenië, uh, dan ja, moet je nog aanduiden hoe lang jij uh, gaat reizen uh, voor een klassieke reis. Dat wil zeggen geen uh, green Travel, uh, voorziet het systeem dat je maximaal 1 tot 2 dagen kan invullen als reis. Want als ik hier een 3 invul, dan zegt hij, no, cannot be higher than 2. Dus eigenlijk is het hier ofwel 1, uh, ofwel 2, ofwel 0. Het gaat hierover dat je nog een bedrag krijgt. Stel dat je een overnachting moet doen uh, tijdens je reis naar de bestemming, dan wordt daar ook nog een bedrag voor voorzien. Hij voorziet sowieso al voor jouw verblijf uh, ter plekke, voor vijf deelnemers in dit voorbeeld, voor tien dagen, een bedrag voor daar te verblijven. Die bedragen zijn verschillend per bestemming. Hè? De Erasmus Plus-deelnemende landen zitten in categorieën onderverdeeld en u ziet dat uh, er voor uh, Nederland bijvoorbeeld een hoger bedrag wordt toegekend dan voor Spanje dus enkel hier invullen uh, moesten er nog uh, dagen zijn die je uh, nodig reisdagen die nodig zijn uh, om je bestemming te bereiken of om terug te keren dan kan je hier 1 uh, tot 2 invullen bij groene reizen is er een maximum van Zes dagen die je hier kan invullen om je bestemming te bereiken en terug te keren. Uh, maar dat is inderdaad zelf uh, wat te beoordelen of dit haalbaar is voor jouw organisatie. Voilà, dat is het stuk van de individuele ondersteuning, dus dat is het verblijf en eventueel de, een bijkomend verblijf voor de reisdagen. Dan heb je taalondersteuning. Um, zeer, zeer zeldzaam dat dit nog gebeurt. Um, als het nodig is voor jouw voor jou deelnemers om, uh, taal, um, om de taal van het bestemmingsland wat beter onder de knie te krijgen, alvorens je gaat, dan, zou er taal, dan is er taalondersteuning voorzien. Maar voor de meeste. Is er ondertussen een online language support system? Dat wil zeggen dat je eigenlijk online al een begeleiding kunt krijgen om uh, stappen te zetten in de taal of de vreemde taal waar je naartoe gaat. En dan voorziet uh, Erasmus Plus geen financiële tegemoetkoming. Als dat zo is, want Spaans zit bijvoorbeeld bij, zit in het Online Language Support System, ja, dan hebben we hier wel vijf deelnemers. Uh, en dan vul je hierin, ja, voor alle vijf, want ze gaan alle vijf naar Spanje, is er OLS available. Met andere woorden, hier moet je omgekeerd invullen uh, waarvoor er um, ondersteuning is. Moest er een taal zijn, maar dat moet je opzoeken. In de online language support, die niet voorzien is in het systeem, dan mag je hier een nul zetten. En dan gaat het systeem uh, financieel tegemoetkomen, zodat jij op een andere manier een initiatie in die taal kan volgen. Maar Spaans is een taal dat erin zit, dan zie je dat er geen support zal toegekend worden. In een ander geval. Zal het 150 euro zijn per deelnemer uh, ter ondersteuning voor die uh, language support. Dus even opletten hier. Het is hier omgekeerd. Hè. Uh, Spaans zit in het systeem, dus ik vul in uh, dat het beschikbaar is voor mijn deelnemers. Voilà dat is het kort stukje van de taalondersteuning. Cursus gelden. Want daar had ik ingevuld. Moest Moest ik nu uh, in mijn activiteiten geen cursus hebben ingevuld, dan gaat u ook dit blokje niet zien. Hè? Je krijgt hier enkel de stukken die van belang zijn bij jouw aanvraag. Dus als ik, geen, als ik niemand op mobiliteit op een cursus had gestuurd, dan had ik dit, uh, bolletje of de, uh, dit onderdeel nu niet teruggevonden. Voila, hier staat ook een beschrijving. Uh, en hier moet je enkel invullen uh, hoeveel dagen uh, dat de cursus zal, uh, of de, hoeveel dagen die zal bestaan. Uh, er zit namelijk een maximum op, uh, op een cursus. Je kan maximum voor 800 euro uh, gefinancierd worden, wat eigenlijk overeenkomt met uh, 10 dagen, want het is 80 euro per dag. Uh, dus je vult hierin hoeveel uh, dagen dat, dat zijn. Dan kom ik bij het luik van de voorbereidende bezoeken. Zoals ik eerder zei, kan je voor een K1-leermobiliteit ook een voorbereidend bezoek afleggen. Je gaat naar een nieuwe bestemming of naar een organisatie die je nog niet zo goed kent en je zegt: We zouden toch wel met een paar mensen uit de organisatie daar op voorhand wat afspraken willen maken, zodat we efficiënter kunnen werken op het moment dat we met uh, meerdere mensen of met een groep op mobiliteit gaan, dat kan. Je kan dat aanvragen. Uh, voilà, uh, ik heb hier... Uh, die komen allemaal terug, jouw activiteiten, uh, behalve voor uh, de cursus. Want die, daar kan je geen uh, voorbereidend bezoek voor doen, maar wel voor job shadowing en voor die individuele leermobiliteit. En ik heb hier uh, aangeduid, ja, Roemenië. Daar willen wij toch wel eerst een voorbereidend bezoek voor doen. Dan vul ik het aantal in. Daar zit ook een maximum op, want als ik hier zes ingeef, dan zegt hij nee hoor. Je mag maximum met drie personen naar Roemenië gaan voor een voorbereidend bezoek. Dus voorbereidend bezoek, maximum drie. Je krijgt daar een unit kost voor. Dat is wel belangrijk. Hè? Bij de andere luiken die we daar net hebben overlopen, zie je dat het een kost is voor verblijf, een kost is voor de reis. Uh, hier bij een voorbereidende bezoek is het een vastgelegd bedrag voor het ganse voorbereidende bezoek. Dus als je met twee mensen naar Roemenië gaat, dan krijg je een tegemoetkoming van 1150 euro en ook niet meer. Moest, uh, moest het voorbereidende bezoek uh, een grotere kost zijn, dan is deze uh, niet terugbetaald door uh, het Erasmus Plus-programma. Voilà, voor de voor de mobiliteit naar Spanje heb ik hier niets ingevuld. Uh, dan, dan, dan mag het toch nul zijn, voilà. Dan is dat ingevuld. Zo. Ik had, dacht nu dat het groen ging kleuren, maar dat is niet gebeurd. Ik dan hier ook nog een nul die ik moet invullen. Nee. Goed. Dan gaan we naar de inclusion support. Zoals ik uh, ook al heb vermeld, uh, krijgen deelnemers met uh, fewer opportunities uh, in dit programma een, uh, een extra plaats. Hè. Uh, het is een stimulans om hen te betrekken in de mobiliteit. Uh, aangezien ik bij een van mijn activiteiten uh, een mobiliteit heb gedaan voor uh, lerenden met fewer opportunities, uh, krijg ik een. Uh, Krijg ik hiervoor een aanduiding om te zeggen: hé, hey, uh, je krijgt hier voor één deelnemer al 100 euro extra. Uh, hier waren het er vijf, hè, hier, had ik dus, hier was het personeel waarvan er vijf personeelsleden gaan en er is toch iemand met een functiebeperking, dus die krijgt de inclusiesteun van 100 euro. Voor mijn mobiliteit naar. Uh, Spanien, wat allemaal lerenden waren, dus allemaal uh, deelnemers uh, with fewer opportunities, krijgen alle vijf een extra support. Wordt meegeteld in het financiële plaatje. Wat staat daar nu nog achter? Jij Schat in als organisatie dat jij er met die 100 euro niet komt of met hier ook die 100 euro per deelnemer niet komt om alle kosten te dekken. Dat kan over specifieke uh, functiebeperkingen gaan, waardoor het reizen een stuk duurder wordt of het verblijf een stuk duurder wordt. Uh, je schat dat in en je zegt dit gaat niet lukken met het budget, dan mag jij een extra bedrag zelf invullen. Wat jij inschat dat nodig is voor uh, die activiteit. Je vult het bedrag in, maar je verklaart ook ernaast waarom je dat nodig hebt. Je verantwoordt het bedrag dat je hier hebt ingevuld en uh, dat je aanvraagt voor jouw deelnemers met, met fewer opportunities. Voilà, je kan dat dus doen. Uh, je ziet ook hier uh, geen bij de cursus. Uh, waarschijnlijk niet aanduidt omdat, nee, omdat er ook geen uh, deelnemer is met fewer opportunities. Voilà. Dus voor uh, mensen die vallen onder de categorie fewer opportunities is er een mogelijkheid om extra budget aan te vragen. Laatste categorieetje van budget, de exceptional costs. Ook hier zit een bugsje op, dus voorlopig kunnen je dat nog niet invullen. Maar het programma voorziet dat stel dat je een bepaald visum nodig hebt, een bepaalde vaccinatie of certificaat, een verblijfsvergunning die in dat land van bestemming, dat komt ook echt niet vaak voor, nodig is, dan voorziet het agentschap, ziet ons agentschap, dat daar ook wordt tegemoet gekomen. Voor die kosten. Maar voorlopig even nog in dit systeem is ook doorgegeven een, 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 een bug, waardoor we het niet kunnen invullen. Maar ook dat kan en staat beschreven in de Erasmus plus gids. Voilà, dat is heel het laag like van het budget. Een um, beetje technisch, goed opletten. Uh, het, het systeem rekent zelf uit, maar staat hoe stil. Bij wie er aan welke activiteit deelneemt, op welke manier je reist, bijvoorbeeld, zodat je een mooi globaal budgetoverzicht krijgt. Ik kijk nog eens even naar de deelnemers. Is er op dit moment al een vraag? Ik zie niets in de chat. Nee. En geen handen. Oké, okay. dan gaan we verder. De volgende categorie, de volge, het volgende luik dat je moet invullen, zijn de Quality Standards. Je moet hier heel weinig invullen, maar wel de tekst goed doornemen. Want hier staat nog eens uitgelegd uh, waarom, uh, of waar het Erasmus Plus-programma op mikt met deze mobiliteit, welke principes erin zetten, welke doelstellingen, welke dimensies ze wilt versterken uh, binnen het programma. Uh, voor degenen die al wat vertrouwd zijn met het programma, herkennen hier een aantal globale dimensies die in het programma 2021, 2027 20, uh, naar voren worden geschoven. U ziet hier inclusie en diversiteit. Het zal u niet verbazen waarom er dan, dat ik daar net bij het budget zei dat daar ook extra middelen worden voor voorzien. Maar ook alles rond uh, duurzaamheid, uh, rond milieu... De uh, Green Deal uh, wordt ook meegenomen, vandaar ook uh, Green Travel als optie. Maar ook activiteiten omtrent het thema uh, scoren goed in het programma. Alles rond uh, digitalisering is ook zeker uh, een, een doelstelling of een, een algemene dimensie binnen het programma. Je uh, ziet ook hey, virtual and blended mobility. En natuurlijk de Europese identiteit, actief burgerschap, deelnemen aan uh, het Europese netwerk. Uh, principes of dimensies die belangrijk zijn, die ook als je die in je aanvraag kan verbinden met de uh, doelstellingen van je organisatie, je aanvraag alleen maar sterker maken. U toont ook, uh, u leest hier ook dat uh, van belang is dat je je mobiliteiten uh, goed managt. Dat je je projectopbouw doet, uh, dat je daar transparant in bent enzovoort. Er staan een aantal doelstellingen in waar u best nog eens doorgaat om te zien uh, pas ik uh, aan deze, aan deze uh, kwaliteitsstandaarden. Want wat je op deze pagina enkel moet doen, is aanduiden dat je ze gelezen hebt en dat je ermee akkoord bent. Dus dat je je vindt. Onder de kwaliteitsnormen uh, van het Erasmus Plus programma. Dan gaan we naar de follow-up. Een pagina die ook wel uh, uh, belangrijk is uh, binnen de beoordeling van jouw aanvraag, want het is een programma waar jij de ruimte hebt om neer te schrijven wat jij met de resultaten van jouw mobiliteit gaat doen. Dus hier wordt nog eens gecheckt naar jouw kwaliteitsnormen, wie dat gaat doen, hoe dat je dat gaat bereiken, uh, hoe dat, wat je met die resultaten gaat doen binnen je organisatie bijvoorbeeld, maar ook wat je daarmee gaat doen in andere organisaties binnen jouw netwerk of zelfs publiek, waar je zegt van wij komen daarmee naar buiten, op welke platformen bijvoorbeeld. Uh, voilà. Die dingen, dus de, de, de disseminatie, zoals dat uh, met een moeilijk woord wordt gezegd. De verspreiding van jouw leerresultaten. Wat ga je ermee doen? Hoe gaat dat mijn organisatie versterken? Op welke manier ga ik dat doen? Worden allemaal in deze pagina ingevuld. Dit is generiek, dit is dus niet uh, per activiteit. Je hoeft dit niet specifiek per activiteit te doen. Maar als je iets concreet kan maken, versterkt dat natuurlijk. Jouw aanvraag. Als je deze pagina ook helemaal hebt ingevuld, je ziet bij mij staat die groen, omdat ik overal het woordje tekst heb gezet. Vanzelfsprekend zegt het systeem dat het technisch oké okay is. Maar kwalitatief inhoudelijk is dit dus ver van oké. Okay. En mag er hier, moet er hier meer uitgebreid op de vragen beantwoord worden. In het volgende laag uh, wordt er nog een overzicht gevraagd. Uh, dat zijn ook algemene vragen. Uh, waarom heb je, uh, waarom dit neem je deel? Waarom uh, doe je een aanvraag voor dit project? Is daar bijvoorbeeld nog eens een vraag vanuit de background? Uh, hier zie je, en dat is de enige plek binnen een uh, aanvraag voor KA1-mobiliteit, dat er ook een Engelstalige versie wordt gevraagd. Dus hier zie je why did you apply for this project? Je antwoord hier in het Nederlands maar je voorziet ook een vertaling in het Engels. Hetzelfde, what do you want to achieve? Antwoord in het Nederlands en voorziet een vertaling in het Engels. Dit zo voor alle luiken. Eigenlijk zie je hier de, basis, ja, de basisprincipes, de basisopbouw van projectmanagement. Hè? Een achtergrondvraag, een doelstellingenvraag. Hoe ga, je dat hoe ga je dat bereiken? Hoe ga je dat implementeren? En wat gaat het doen met de resultaten? Eigenlijk de klassieke vragen bij een project opbouwen. Waarom in het Engels? Uh, als uw, project, uw aanvraag goedgekeurd wordt en gefinancierd wordt, dan mag jij het uh, in uitvoering doen. En uh, na de uitvoering is er ook een eindverslag. En er is een platform, uh, kun nu naar de naam aan het zoeken, binnen het Europees Resultsplatform uh, waar uh, die dingen komen te staan. En die nemen ook de Engelstalige versie van, van de projectsamenvatting mee op dat platform. Dus vandaar dat u dat ook hier moet voorzien in het Engels. Dan zijn we eigenlijk klaar met uh, het aanvraagformulier, met wat er moet voorzien worden. Er zijn enkel, er is enkel nog. Uh, ruimte hier voor een annex en een laatste checklist. Bij de annex kan je documenten toevoegen aan jouw aanvraag. Eén document is sowieso verplicht, anders gaat dit niet groen kleuren. En dat is een verklaring op eer, de Declaration on Honor, die moet ingevuld worden en ondertekend door de, de Legal represent, Representative. Dus door de uh, verantwoordelijke, de eindverantwoordelijke van jouw organisatie, de wettelijke vertegenwoordiger van jouw organisatie, moet die verklaring op eer invullen en ondertekenen. Je, je kan hier met de knop het document downloaden. Je vult het in, je laat het ondertekenen en je kan het terug uploaden in het systeem. Voilà. Dan gaat hij openen en dan kan je zoeken. Waar het staat. Je kan eventueel ook andere documenten uh, toevoegen uh, ter ondersteuning. Maar let op, uh, denk hier goed over na. Want uh, alleen als er letterlijk een beschrijving staat in jouw aanvraag. Uh, die je al goed uh, hebt uh, beschreven, maar toch zegt ja, hier is nog een veel uitgebreider document. Uh, dat dat ondersteunt, dan kan je dat toevoegen. Maar in de beoordeling houd de expert in eerste instantie rekening met alles wat je geschreven hebt voor de annex. Dus de annex mag niet totaal nieuwe informatie bevatten, want dan gaat dat niet uh, opgepikt worden door de uh, evaluatoren die jouw project bekijken. Maar er is wel een optie om nog extra documenten toe te voegen. Als je dit allemaal hebt gedaan, dan komt het normaal ook op groen, dan ga je naar de checklist. De checklist zegt enkel uh, nog vul een aantal uh, vakjes in. Hè. Uh, ook weer uh, is het, pas jij binnen het, pro, binnen het programma, uh, zijn alle vakjes ingevuld in de aanvraag en heb je het uh, juiste agentschap gekozen om je aanvraag binnen te doen. En hij zegt ook achteraan welke jij uh, geselecteerd hebt. Dit moet je allemaal in, aanvinken. Dat is normaal uw laatste stap. Dan zou ook alles op groen moeten staan. Vanaf die moment zou je kunnen submitten. Dat wil zeggen het verzenden. Uh, dat is de knop rechtsbovenaan, uh, naast de PDF-knop. Die ik nu niet kan, uh, kan indrukken, omdat het uh, systeem zegt: jij bent nog niet helemaal klaar. Voilà, dan kan je dat doen. Uh, je doet dit voor de K1 uh, korte mobiliteitsaanvragen voor het jaar 2022 voor 23 februari, 12 uur s middags. Na dat moment is het onmogelijk om nog een aanvraag in te dienen. Heb je het toch al ingediend vroeger, bijvoorbeeld volgende week, binnen twee weken, en je zegt: Verdorie, uh, ik zou nog een aanvulling willen doen? Dat kan. Je kan altijd terug aan jouw document. Je kan daarin wijzigen en je kan het opnieuw submitten, opnieuw verindienen. Wij houden binnen het agentschap rekening met de laatste versie die binnengekomen is. Maar opgelet voor 23 februari, 12 uur middags. Dus wacht best niet tot op de absolute deadline, want als er dan technisch iets fout loopt, zou dat wel erg jammer zijn. Er zijn nog uh, knoppen onder de checklist. Ik heb nog een sharing knop. Hier kan ik, uh, uh, kan ik mijn aanvraag delen met andere mensen. Dat wil zeggen ik ben hierin aan het werken, maar uh, er is misschien nog wel iemand binnen mijn organisatie uh, die ik uh, wil informeren, die ik uh, hierin wil laten werken. Dat kan allemaal. Dus dan kan je hier een uh, new person selecteren het e-mailadres uh, invullen van de persoon met wie je wilt delen en je kan ook kiezen. Uh, geef ik enkel leesrechten, geef ik ook nog schrijfrechten en zelfs ik geef ook toestemming dat de persoon in kwestie uh, de aanvraag mag indienen. Dat kiest u hier allemaal uh, voor u dan shared. Als je het ook effectief invult, ik heb het nu niet gedaan, dan gaat er ook nog een uh, vakje verschijnen uh, voor dat te activeren. Doe dat, want anders gaat het, uh, gaat het uh, niet lukken. Ja, je kan ook die, uh, als je een contactlijst hebt, daaruit al kiezen. Ik heb geen contacten op dit moment, omdat ik ook geen aanvragen aanmaak. Uh, maar je kan zo selecteren aan met wie je het wil delen en op welk niveau je het met hem of haar wil delen. Delen. En hier is uh, enkel een overzicht. Ja, hier kan je zien. Ik heb een versie op een bepaalde datum ingediend in het systeem. Dat is nog eens een dubbelcheck voor u om te zien of jouw aanvraag vertrokken is. En dan ben ik door het Ganse uh, document. Voilà, ik kijk nog even. Ja, dan uh, rest mij denk ik om nog eens even terug te kijken naar de mijn aanwezige deelnemers om te zien of er uh, nog vragen zijn. Het is nu de moment. Zijn er geen vragen op dit moment? Voilà. Dat is een vraag. Um, Wij hebben eigenlijk een, een groep mensen die Spaans leren. En we hebben eigenlijk uh, een soort idee om een project te doen rondom Smart Cities in Spanje. Te samen met een Spaanse organisatie. Die ons dan, uh, en om daarover te discussiëren, omdat dat toch wel een uh, zeer. Interessant onderwerp is en ook komt te kijken of dat er verschillen zijn qua uh, wat zij voorstellen en wat dat wij voorstellen. Is dat iets dat, laten we zeggen, mits een goede beschrijving aanvaardbaar is of is dat? Uh, het gaat hier over, uh, over leden, over medewerkers van de organisaties of ook over deelnemers. Uh, ook eigenlijk uh, redelijk veel ook over deelnemers. Dus, uh. well, dat is dus wat ik uh, een stukje uh, daarnet verteld heb. Wat je ook echt wel terugvindt uh, op, uh, op onze website. Waar nog de PowerPoint staat. Of zal toch vrij binnenkort zal komen te staan. Over wat er kan binnen die k 1 mobiliteit En hier gaat het echt wel over, als het deelnemers zijn, over deelnemers in de categorie Fewer Opportunities. Dus. Mensen die ofwel een functiebeperking hebben, ofwel uh, laaggeschoold zijn of een vervangingsinkomen hebben. Dus je moet dan wel zien, pasten jouw deelnemers in dat, uh, in dat verhaal? Want anders zal het binnen deze mobiliteit uh, niet kunnen. Er zijn natuurlijk ja. nog wel opties binnen de KA2 samenwerkingsverbanden. Daar gaat deze sessie niet over. Als u daar nog info wilt, contacteer mij gerust. Uh, of kijk al, al eens uh, op onze website uh, naar de mogelijkheden. Dus... Ja. Altijd even zien, is deze actie voor jouw doelgroep interessant? Hè? Dus, uh, want je kan heel veel energie in iets steken. Je zou een hele aanvraag kunnen doen. En als dan blijkt dat de doelgroep waarvoor je die activiteit doet niet past, niet wordt aanvaard, uh, ja, dan heb je energie ja. gedaan. Uh, uh, Alleen energie gestoken in iets wat, wat weinig resultaat oplevert. Ik zal ook nog even in de chat uh, mijn e-mailadres zetten. Uh, voor individuele vragen in verband met jouw organisatie, kan je daarop een afspraak maken. Voilà. Uh -huh. Ja, bedankt. Zo, geen probleem. Zijn er? Uh, ja, ik zie in de chat nee, geen vragen meer. Dan zou ik het hierbij kunnen houden. Uh, deze, deze opname komt ook op onze, op onze website. Dus je kan altijd even terugkijken. Uh, en indien er nog vragen zijn, aarzel niet om, uh, om mij te contacteren. Ik wens jullie in ieder geval uh, succes. Moest je een aanvraag doen binnen de K1 Mobiliteit? Uh, met, hopelijk met deze informatie iets helderder voor jullie. En dan, ja, ja nogmaals. Op hetzelfde nageltje, maar 23 februari is de deadline, dus dat is nog een, uh, een goede maand. En dan, uh, dan, zullen, ja, dan zullen we zien wat we binnenkrijgen en uh, beoordelen welke aanvragen voldoende kwaliteitsvol zijn en kunnen doorgaan. Voilà. Bedankt voor de deelname en uh, tot, uh, tot later.